Ja, die bent. Nee. Zo. Waar gaan we heen vandaag, Bob? We gaan een plekje opzoeken waar ik geboren ben. En waar ik tot mijn 14e jaar gewoond heb. En op bijna 6-jarige leeftijd is dan die razzia ontstaan op 1 oktober. Op zondag 1 oktober. Eigenlijk de beroerdste en de naaste zondag die geweest is voor de Puttenaren. Je bent hier geboren en getogen. Ja. Ja. En eigenlijk kom je nooit op de plekken waar zoveel ellende ontstaan is. Ja, je rijdt er wel altijd langs en je kijkt er een keer naar. Ja, ja. Maar je bent er eigenlijk, je bent er iedere dag mee bezig, zonder dat je het in de gaten hebt. Maar op school werd er toch wel veel over verteld, toch? En van mijn vader? Nee, niet eens, want die vertelde juist nooit iets. Nou weet je, ik geloof het wel, hij zei altijd, want ik vroeg er ook wel eens naar. Maar hij zegt, je moet als ware er binnen ingestaan hebben om het te kunnen vatten, om het te kunnen begrijpen. Want het is bijna niet te vatten wat daar gebeurd is. Nee, nee. Dus dat bij de molen en dan ben je nog naar de kerk. En de plek waar ik met moeder de nacht heb doorgebracht. Hier heb je als jongetje... Prachtig, prachtig, ja. Mooi hoor. Ik heb hier heb ik veel gespeeld bij de jongens. Ik kwam ook wel eens binnen bij de moeder van de Pol. Dat is zo allemachtig mooi, jongen. Als je dit hier naar boven toe loopt, dat is werkelijk uniek hoor. Maar dan had ik nog wel eens een steekje brood mee. Dat vond ik wat gezellig. Want ik was gelijkjarig met de oude molenaar. Ja, ik kwam hier heel graag. Maar opa, hoe is de razzia eigenlijk hier ontstaan? Nou jongen, dat zal ik je vertellen. De aanslag die gepleegd is door een verzetsgroep bij de Ollenaller. Dus Ollenallerbrug tussen Putten en Nijkerk. Putten en Nijkerk, ja. En daar is die nacht een Duits officier doodgeschoten. Dus N1 aangeschoten. Dus de represaille die toen genomen werd om al de mannen vanaf 16 jaar tot 50 op te pakken en wat gebleken is naar Duitsland toe te dirigeren. En dat is bij elkaar zo'n 6.500 mannen geweest die ze dus op die manier hebben willen represaille willen nemen. Ja. Maar hier heb ik tot aan mijn 14e jaar gewoond. Oh, 14? Van 14. En toen zijn we naar de Gardensweg gegaan in het centrum. Hier stond onze slagerij. Ja, ja. En dat staat er dus uiteraard nu niet meer. Aan de overkant, dat woonhuis en de rest daarnaast stonden er toen ook al. Dat is allemaal gebouwd voor de oorlog. Ja, precies. Maar aan deze kant ben jij geboren. Ben ik geboren, ja. Uiteraard. Ja. Ja. En van hieruit gingen ze dus op de vlucht. Ja. De zondagmorgen dat ik buiten kwam, stond hier pa met zijn buren, mannen 4, 5, ik weet het niet precies, maar dat was het. En ik zie nog zo de mannen met elkaar staan praten. En er komt er één rennend vanuit het dorp hier naartoe en die zegt, er is een razzia. Wist ik veel wat een razzia was. En die zei, wegwezen hier, vluchten. En toen is dat hele clubje is helemaal richting Huinen gegaan. Net zo hard lopen als dat ze konden, waaronder mijn vader. Maar zijn ze hier weggegaan? Ja, hier zijn ze op de vlucht gegaan. Opa? Ja, met de buren. En die zijn natuurlijk, die probeerden net zo vlug weg te komen als ze maar konden. Later hoorde ik dat hij dat moment dat ze dus die sloot, vrij grote sloot langs de kant hadden lopen, probeerde hij ook daarin te komen. Maar steeds waren er weer lui die voor hem sprongen. Dus hij kwam steeds verder naar achteren. En ook, hij was met een oom. Maar waarom
In een sloot? Waarom? Ja, nee, maar om... Want er werd zo geschoten. Oh. Want er was hier op een straal van nog geen 50 meter werd ook iemand doodgeschoten. Oh, ze waren al aan het schieten? Ja, ze waren al aan het schieten. Oh. Daarom deed het ook zo angstig aan. Zo, die hele omgeving kwam gewoon angstig over. Doordat er zo in die omgeving geschoten werd. En doordat die lui dat allemaal... Dat heb ik nooit begrepen. Ik dacht dat ze uiteindelijk... Dat er geschoten zou worden? Nee, er werd al zo geschoten. Oh. Want ze waren al bezig vanaf 's morgens, omdat 's avonds laat die overval gepleegd is en die officier doodgeschoten was, zijn ze meteen begonnen om al die mannen bij elkaar te halen en naar de kerk toe te dirigeren. Maar omdat die lui die daar op de vlucht waren, waar onder andere mijn vader bij was, is hij in die strafploeg terechtgekomen. Ja, omdat hij wou vluchten. Omdat hij wou vluchten, werden ze gepakt. En dat was ongeveer, dat waren 30? Een 30 man, 30 ongeveer man. 30 man, ja. Die kerels die hier allemaal gelopen hebben op de klompen, dat moet wat geweest zijn. Nadat ze toch opgepakt werden na die vlucht, werden ze hier neergezet om met een mitrailleur ervoor om afgeschoten te worden. Al die 30 man. Hier voor de toren? Ja, hier voor de toren, tussen de heer en de toren in. Dus ze zouden eigenlijk geliquideerd worden? Ze zouden geliquideerd worden. Ja. Het waren alleen de mannen die op de vlucht waren geslagen, ja. De andere mannen waren er? Die waren al in die school. Oh, er stond een school. Die school naast. En daar hebben ze eigenlijk die 600 man allemaal gezeten. Alleen die 30 mannen stonden hier onder schot. En waarom die anderen zaten in de school? Omdat die zo brutaal waren geweest om te gaan vluchten. Dus die waren niet zo gedwee naar die kerk toe gelopen om zich aan te geven. Maar die hadden gezegd, jongens, wegwezen hier. Zien dat we het ontlopen. Ja. Daar was opa bij. Ja. Ja. Toen werd er zo gigantisch geschoten dat ze een witte zakdoek op de rand hebben gelegd. Van jongens, ja, en we geven ons over. Ja, precies. En anders waren ze uit de sloot geschoten. Ja, ja, ja. Maar waarom die 600 man? Dat toeval dat het net 650 mensen waren, kerels waren. De bevolking was toen niet zo groot. En de leeftijd, en er zijn erbij, ze hebben natuurlijk de dans ontsprongen gelukkig. Maar die hebben ze allemaal... Die zich vrijwillig, zoals mijn schoonvader, er was een politieagent en die kende hem. Die zei, kom maar voor de dag, want ik zie je schoenen. Die stond, zag hij onder de deur door dat hij achter de deur stond. Ja. Want die had een heel mooi plekje eigenlijk. En die zei, je hoeft je alleen maar even te melden. Nou, de goede man is nooit meer teruggekomen. En het trieste van dit geval, dat er waren ook politieagenten die toen niet zo helder waren, om het goed uit te drukken. Ja. Er waren verkeerde bij. En die met het smoesje van meld je even en dan kun je zo weer naar huis toe. Ja. Nou, niets was minder waar. De goede man is nooit meer teruggekomen. NSB'ers? Ja, bijvoorbeeld. Ja, letterlijk. Ja, er waren verkeerde jongens bij. Waar was jij dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Bij mijn moeder. Maar iedereen die thuis was en die kinderen had, die konden fatsoenlijk lopen en zo, die moesten allemaal naar de kerk toe. Zondagsmiddags. Die moesten zich gewoon melden in de kerk. Maar jij was een stuk jonger. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Je kon lopen en dan ging je met moeder mee naar die kerk. Ik zie die jongens met die lange jassen, dat smerige SS-helmpje op hun kop. Daar heb ik nog de balen van als ik zoiets zie. En met het geweer in aanslag. En zo werden we met de kolf naar binnen gedrukt. Toen werden we naar die kant toe gewezen. En toen hebben we aan de overkant gezeten. Mm. Het was zo beladen en zo angstig deed het aan. Ook de vrouwen die deden dus bij de deuren hun behoefte, jongen. De urine liep de kerk uit. Het was gewoon absurd. En dan zie je de spanning en dan proef je gewoon als kind zijnde al. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Opa, je was wel wat jonger dan mij, maar hoe voel je dat als kind, dat je dat meemaakt? Ja, dat is bijna niet te omschrijven. Je voelt en je proeft de angst en de spanning die om je heen hangt. 'S Morgens al, waar mijn vader gevlucht is,
En dat er in die omgeving zo geschoten werd. En dat je dan dat ervaart als kind. Dat doet angstig aan. En dat je dan in zo'n kerk terechtkomt met zo'n club van soldaten, die Duitsers. Hoe je dan naar binnen geloosd werd. En hoe je voelde dat die spanning in de lucht hing. En dat je moeder pa weg was. Dus dat is bijna niet te omschrijven wat je voelt als kind. Dat heeft toch wel ongelooflijk veel invloed. Ook de angst, en er wordt gehuild, en er wordt de spanning die stapelt zich op. Dat is ook zoiets dat moet je aan de lijve ondervinden om dat aan te voelen. Die spanning die ben ik, geloof ik, in die 8 maanden dat pa weggebleven is. Dat is steeds weer teruggekomen. Omdat moeder maar alleen bleef en ook niet wist wie en wat en hoe die terug zou komen. En als die terug zou komen. Dat op de galerij, dat die officier heen en weer liepen met die geplatte pet en die glimmende klep en dat buitenmodelpakje, want dat was allemaal pakkie, behalve de SS'ers enzovoort die hier de leiding of met het geweer in aanslag stonden. Maar die lui die wilden. Die dus de SS beneden, die stond in aanslag naar de vrouwen en kinderen. Precies, ja. Bij de ingang, en overal. En boven die officieren. En boven die officieren, ja. En dat doet je wel iets als kind zijnde. Ja, absoluut. Als je er met je moeder bij zit en je zit daarnaar te kijken. En natuurlijk wist ik niet wat er gevraagd werd, maar ze wilden dus de lui hebben die het gedaan hadden. En dan zouden ze vrijgelaten worden. Maar daar geloof ik geen pest van. Nooit gebeurd? Nee, nooit. Helaas. Jammer genoeg. Ja. Maar hoe lang hebben jullie gezeten? Dus nou, mocht je s'avonds weer... Ik weet het niet exact aantal uren, maar s'avonds mochten we weer zo rond 8:30, 9:00 mochten we weer naar huis. En wat gebeurde er met de rest dan? De mannen? De mannen, ja, die zaten nog steeds vast in die school. En die zijn de volgende morgen de kerk ingedreven. En die hebben tussen 2 groepen militairen, die veel te bang dat ze zouden vluchten, die werden toen de kerk weer ingezet. En van daaruit? En van hier hebben ze nog dat gebed gedaan en gezongen. Mm. En daarna werden ze dus op transport gesteld naar het station. Dus vanuit de dorpstraat vanuit, door? Ja. En vader met die club van 30, die werden neergelegd op de stoep voor de heerd aan de overkant van de straat. En die zouden alsnog weer dat genadeschot krijgen. En die mochten ook weer later aansluiten bij die club die naar het station toe liep. En vanuit de kerk. Psalm, ja. Als kind, ja. En toen was je bijna 6. Ja. Ja. Maar hoe ervaar je dat nu? Na al die jaren, je hoort zo'n psalm. Ja. Wat gebeurt er? Ja. Ik zie dat er heel veel gebeurt. Ja, omdat je beseft dat je dat wat ik net al zei, dat dit het laatste geweest is. Dat is bijna niet weer te geven. Wat je nu als volwassen beseft en dat ze nooit meer teruggekomen zijn. Als je dan het lied hoort... Je hebt eigenlijk verdriet voor het hele dorp. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar vooral
Als je weet hoe dat thuis in elkaar zit. Hè? En bij de andere van families. Twee kanten, ja, van ja. Twee kanten word je daarmee geconfronteerd. En dan vraag je af, ook de woorden die gebruikt worden. Hè? Een milde regen die hen overdekt. Hè? En welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Maar deze mannen, daar zal God een bedoeling mee gehad hebben. Dat weet ik ook niet. Ik kan dat ook niet. Wie ben ik? Maar dat mensen zich toch afvragen, hoe komt het dat mijn man dat geluk niet gekend heeft? Dit is zo pakkend als je weet dat deze mannen hier het laatste liederen gezongen hebben. Schoorvoetend begonnen zijn en dan op een gegeven moment toch. Met volle bewustzijn dit lied afgemaakt hebben, dat heeft wat voelt in aarde gehad. Enorm. Ja. Ja. Gigantisch. Ja, even terugkomen op de psalm. Ja. En je weet dat ik er anders over nadenk. Ja, ja, ja. En op een andere manier tegen het geloof aankijk. Ja. En hoe ervaar jij dat dan? Ja. Haal je daar kracht uit? Ja. Of juist woedend? Ja. Van waarom heeft u niet geholpen? Ja. Of ik zie dat op een andere manier. Nou, weet je, ik voel het verdriet van thuis. Hè? Hetgene waar ik al bijna 55 jaar mee getrouwd ben. Voel ik het verlangen en het verdriet. En hetgene wat ik heb gekregen is mijn vader terug. Een van die 48. Maar ik vraag me ook af het waarom. Ik geloof dat ik daar nooit geen antwoord op krijg. Nee. En ik ben ook wel eens dat ik zeg van, nogmaals, waarom? Wat hebben ze verkeerd gedaan? Ik geloof dat dat een vraag is die je naar mijn gevoel geen antwoord op krijgt. Je zal er mee moeten berusten. Of toch proberen om de geloof uit te putten. En vragen om een beetje genade. Ook ik heb door deze situatie en het ouder worden diverse situaties meegekregen dat ik ook afscheid moest nemen. En dan vraag je ook wel eens om waarom, maar ik krijg er ook geen antwoord op. Nee. Ik vind dat een heel moeilijk punt. Ik ben daar ook nog steeds niet uit. Ik hoop dat ik daar antwoord op krijg. Ik hoop dat ik dat nog een keer mag ontvangen. En dat het voor mij net zo goed nog steeds moeilijk is. Ja, ik snap het. Ja. Ik wou dat ik hem kon geven. Ja, ja. Ja, dit is niet zomaar iets. En ik ben jaloers op de mensen die het met volle overtuiging aanvaarden en geluk eruit kunnen putten. Ja, ja. Daar ben ik jaloers op. Maar goed, als je dan wel zo'n psalmvers hoort, ja, dan doet het wel enorm veel enorm, met je. En enorm, dan, enorm. Ja, aan welke kant gaat het dan op? Ja, ja. Ja, of zoals je dat nu dan beleeft. Ja, en als ik dat zoals ik nu beleef, als ik zie hoe de wereld eruit ziet, dan vraag ik me af, jongens, waar is die en wat blijft er van over en waar gaan we heen? Als ik dat vergelijk met 70 jaar geleden, dan vraag ik me af, wat is onze toekomst? Daarom is het goed dat we dit laten zien. Hele goeie. Ja. Dit hebben ze hier geplaatst, omdat ze in die kerk gezeten hebben. Van hier werden ze weggevoerd. Mannen, jongens. Vaders. Hier naartoe gelopen. Ja, ja, ja. En hier heb je opa gedag kunnen zeggen. Ja, ja. Dit is het station. Ja. En omdat hij nog steeds bij die strafploeg zat, was hij de laatste met die 30 man die in de laatste wagon werden gezet. Ja, ja. En daarom heb ik de gelegenheid gehad om mijn vader gedag te zeggen. Opa, wat voor wagons waren dat? Nou, dat waren eigenlijk allemaal veewagons waar ze in gezet werden. Staande gewoon. Niet in mooi vervoer zoals een treincoupé met lukken. Dat was gewoon op elkaar gestampt. En dat was dan het tripje naar, in dit geval, naar Amersfoort. En het laatste vaarwel uit Putten voor 600 mannen. Het laatste vaarwel.
letterlijk. Gewoon als dieren in een wagon. Ja, zo, als dieren in een wagon, ja, inderdaad. Ja, heel goed gebezigd. Ja. Je zal zelf na die tijd ook wel de trein hebben genomen naar Amersfoort. Verschillende keren, ja. De cursussen, slagers, vakschool, et cetera. Dus dan regelmatig met de trein mee. Ik heb eens één keer op de bok mogen kijken. En als je dan de rails voor je uit ziet gaan. Hè, dus dat is een prachtig gezicht. En dat doet me dan denken aan de laatste trip die hun gezien hebben. En vanuit Amersfoort na 14 dagen weer naar Neuengamme. Dus en dan, jaren na... Jaren, nee, dat was ja, na, jaren nadien. Ja. Maar dat doet je wel iets, ja. Dat geeft dan het gevoel van, dit hebben hun ook gezien. Dit hebben ook hun laatste trip geweest. En wat ik ook wel hoorde, dat ze de gelegenheid... Er was een staking onder het personeel bij die Duitsers. En de machinist, die heeft bij Stroe ongeveer, heeft hij het erom gedaan... Toen ze naar Neuengamme gingen, om de trein zo langzaam te laten rijden. Dat ze eruit konden springen. En dat is ook gebeurd. Er zijn ook diverse jongens en mannen die toen de gelegenheid gehad hebben om uit die trein te springen. En die het leven eraf gebracht hebben op die manier. En ik geloof dat er wel een stuk of 14, 15 dat gedaan hebben. Maar er was wel van tevoren gezegd. Als er één springt, dan worden er vijf in die coupé worden doodgeschoten. Ja. En toen was mijn vader... Nee, dat is niet gebeurd. Maar mijn vader die had de deuren al los. En een buurgenoot, de ene ruiter, die zei... Henk, doe het nog toch niet, man. Want dan wordt er misschien één van ons doodgeschoten. Ja, en dus laten we toch bij elkaar blijven. Hij zei, achteraf zei hij, heb ik er zo spijt van dat ik het niet gedaan heb. Want ja, je hebt dan toch, hij is dan teruggekomen, maar je weet, dat weet je van tevoren niet. Nee, maar als je achteraf hoort dat er vijf mensen... Ja, precies. Maar dat is ook wat geweest, hoor. En dat is ook wel zijn drijfveer geweest om het niet te doen. Maar die gelegenheid, die machinist, zegt hij, altijd zei hij dat, die heeft het erom gedaan en die heeft de trein zo langzaam laten rijden dat ze de gelegenheid hadden om eruit te springen. Ja, ja. Je stond natuurlijk niet alleen. Nee, en met al die moeders... Nee, dat waren er niet zoveel. Niet zoveel? Nee, dat was maar een klein clubje. En maar goed, dat kleine clubje waren overwegend vrouwen van en moeders van. Ja, precies. Hoe was dat dan? Super verdrietig. Ja, ja. Huilen. Huilen, ja. Ja. Maar ze wisten natuurlijk ook niet, toen nog niet, hoe lang het zou gaan duren. Ze hadden ook nog hoop. Ze hebben tot het laatste toe die hoop gehad. Tot aan de bevrijding toe van nu zal je misschien wel thuiskomen. Er zijn er zoveel vrouwen die dat gehoopt hebben. En dat is nooit uitgekomen. Maar die hebben nog steeds die hoop. En die hebben gesmeekt om hopelijk dat pa of zoon lief thuis mocht komen. Mm-hmm. Yeah. Dat is in dit geval niet gebeurd, jammer genoeg. Maar... toen ze weggingen, toen hebben ze ook geen gelegenheid gehad om afscheid te nemen. Want ze waren in die school en toen werden ze 's morgens dan in die kerk. Daar waren de moeders en de vrouwen niet bij. En vandaar naar het station was er ook niemand bij. En het handjevol wat hier stond, wat afscheid heb kunnen nemen, zoals mijn moeder en ik. Omdat die toevallig in die laatste wagon zat. Maar de rest was zo ver weg met die 600 man in al die coupés. Of in die V-wagons, dat ze ook... hun verdriet hebben niet kunnen laten zien. Heb je nog bekenden gezien? Nee. Dat wist ik toen niet. Dat vergeet je. Ja. Ja. Ik heb niet kunnen zien dat ik
Mensen, ik heb eigenlijk nergens naar gekeken. Nee, daar ben je te jong. Ik was met mijn moeder en ik heb mijn vader gezien. Dat was het. Ja. En dan die Duitse officier met dat bekende pakje aan met die glimmende klep. Maar voor de rest heb ik niemand kunnen onderscheiden. Ik kende opa Loos nog niet. Ik had toen nog geen contact met hem. Nee, precies. Dus ja, dat, al die dingen meer. Ja. En daarbij te klein voor en te jong voor om mensen te herkennen. Of het moeten net je buren zijn. Zoals ze zondagsmorgens, wat ik wel gezien heb, die buren waar die mee stond te praten toen ze, voordat ze op de vlucht gingen, die herkende ik wel. Maar voor de rest niets meer. Nee. Nee. Maar toen nadat je vader had gezien en weg is gegaan, ja. Waar ging je dan over? Naar huis toe. En toen moesten ze, dat was de opdracht, iedereen moest weg. Want Putten zou platgebrand worden. Dus op dat moment heb moeder de kinderwagen volgepropt. Waar ik in gelegen had toen ik zo klein was. En dat volgepompt met allerlei kleding enzovoort. En wat voeding. En toen zijn we dan eens gaan lopen, want we moesten naar Ermelo, was dichtbij. En toen gingen we dan de Telgterweg op. En bij dat huis van een van de Kraats hebben wij die nacht doorgebracht. En dat was vrienden van mijn ouders. En die zei, Ger, kom maar hier, want hier wordt er niet een huis afgebrand. Dus je kan bij mij komen schuilen. En zodoende hebben we daar, omdat we toch weg moesten, hebben we daar overnacht en hebben daar de nacht doorgebracht samen. Veilig. Met nog een 35, 40 mensen in die kamer. En toen zegt hij, Ger, kom maar hier, want hier wordt Putten niet, of hier worden de huizen niet afgebrand. Nou ja, maar binnen de kortste mogelijke tijd vlogen de kogels om je oren en lag het hele raam eruit van de erker. Ja. Dan heb je het wel een beetje gehad. Ja, dan maakt dat ontzettend veel indruk. Toen komen we bij dit huis aan en daar woonde een vriend van mijn ouders. Ene Kees van de Kraats, later geëmigreerd naar Canada. En die zei, Ger, kom maar hier, dan kun je hier overnachten, want hier wordt Putten niet afgebrand. De huizen die dan hier staan, doen ze niks mee. Dat geluk hadden we en zodoende waren we dicht bij huis om hier te overnachten. En daar hebben we met een ongeveer 35 tot 40 mensen bijeen in die kamer gezeten. Als er dan de sirene ging, dan moesten we vluchten die kelder in. Op een gegeven moment werd er toch geschoten en schoten ze op de een of andere manier de erken eruit, het raam. Hier in dit huis? Dit huis. Maar en jij lag en of we zat? Lagen ja, meteen plat en de raam die knalde zo over ons heen. En ik, van pure angst wist ik niet waar ik het zoeken moest. Ik zou haast onder mijn moeder en die vrouw die erbij was, twee beetje gezette tantes, dat lukte niet. Maar ik zou eens wat onder ze wegkruipen van pure angst. Ja, de veiligheid opzoeken. De veiligheid opzoeken, ja. En ja. Hier hebben we die nacht doorgebracht en de volgende dag konden we weer terug naar huis. En kijken of ons huis er nog stond. En ja, dat was ja. Ook een van de huizen die ook niet afgebrand was. Er nee, zo heen gaan. Het is eigenlijk een soort horrorverhaal. Ja, als je dan hier ligt en er wordt op je geschoten. Ja, ja. En vervolgens zie je Putten in brand staan. Precies, ja. Ja. Angstig. En een vader die weg is. Ja, een vader die weg is. Ja. En ja, verschrikkelijk. Ja, en niet weten wanneer en hoe en wat er mee gaat gebeuren. Nee, en zo. Nee. Onzekerheid. Onzekerheid, ja, exact. Waarom hadden ze Putten in de brand gestoken? Nou jongen, dat was een vergeldingsactie. Omdat ze een Duitse officier doodgeschoten hadden, zou Putten daarvoor moeten bloeden. Dus dit was puur een vergeldingsactie. Maar het geluk hadden we dat het huis er nog stond. Zodoende konden we weer terug naar huis. Want mijn zwagers, die kwam op een fietsje met die massieve banden. Ja, je weet niet wat het is. Maar het is bijna houten banden, bij wijze van spreken. En die reed in alle vroegte 's morgens als mannetje van 15 jaar... in het dorp, want zijn moeder had hem gestuurd vanuit Ermelo, want daar woonde familie, om te kijken of hun huis er ook nog stond. Maar het brandde en het smeulde nog allemaal en er stond een jongen van 15 jaar, die stond daar naar te kijken. Dat was, dat maakte heel veel indruk op hem. Je weet nog veel. Ja, ja, ongelooflijk veel. Ik begrijp het zelf soms niet. Nee. Dit zijn bepaalde dingen waar ik helemaal ook soms niet uitkom, dat ik dat nog allemaal zo weet, jongen. Dat is ongelooflijk.
Mogen we ook binnenkijken? Ik heb het gevraagd of we binnen mochten kijken en dat was allemaal goed. Dan gaan we even binnenkijken. Dat doen we. En hier hebben we met 35 tot 40 mensen, niet exact de hoeveelheid, ik heb ze niet geteld, hebben we hier die nacht doorgebracht. En als de luchtalarm afging, dan vluchten we de kelder in. Met z'n allen, kotjes, bidiggies en stevig tegen elkaar. En dan als dat weer afgelopen was, mochten we weer naar boven. 40 man. Een kleine 40 man, ja, zo om en erbij. Ik weet het ook niet precies. En maar, het raam werd er ook uitgeschoten. En het raam, dat werd eruit geschoten, ja. Dat vergeet ik nooit van mijn leven meer. Dat als kind zijnde maakte dat zo ongelooflijk indruk. Dat als je hier ligt en je krijgt dan het raam over je heen. Nou, dat er verder niks gebeurd is, dat is ongelooflijk. Zonder bloed en dokter en weet ik allemaal meer. En het kwam zeker dat de dames het voor me opgevangen hebben. Toen was er toch nog één engeltje. Ja, precies. En aan die kant dat we putten zagen branden, dat komt door die ramen die hier allemaal zaten. Als dan het luchtalarm afging, dan vlogen we, als de gesmeerde, je weet het wel, de kelder in. Ik zal hem even laten zien. En, even heel benauwd bij elkaar, maar als dan het alarm weer afgelopen was, dan gingen we weer de kamer in. Ik ken leukere plekken. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik ook. Heftig. Ja, maar dit was onvergetelijk. Ja. De vakjes die je hier ziet, dat zijn de 600 vakjes van de mannen die zijn weggebleven. Ja. Daar hebben ze allemaal buksjes neergezet. En hier wordt jaarlijks de herdenking gehouden op 2 oktober. 'S Avonds om 7 uur. Kijk, 2 oktober 1944, gewijd aan de nagedachtenis van de 600 die niet terugkeerden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Is dat vrouwtje na iemand gemaakt? Ja, dat vermoeden dat ik hoorde dat het vrouwtje is van de familie Bakker. Ook een boerenvrouwtje, ze hebben ook een boerenklederdracht aan. Dat ze die zoveel kwijtgeraakt is. 4 zoons, 2 schoonzoons, 2 kleinzoons. Ja. En wat ik net zei, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaringen 21 vers 4a. Gewijd aan de nagedachtenis van de 600 die niet terugkeren. 2 oktober 1944. En jaarlijks wordt dat herdacht. Ja. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Iedere keer weer anders, iedere keer ander koor. En dezelfde muziekvereniging. Ja. Die hier, en dan wordt ook altijd Psalm 84, vers 3 en 4 gespeeld. Zoals ze in de kerk vanmorgen deden. Zijn dit alle mensen die omgekomen zijn? Ja, joh. Ja, dit zijn de overledenen die allemaal in Duitsland gebleven zijn. En daar overleden zijn door de. Door de oorlog en door de razzia, waar ook opa Lozenoord bij was. En jouw vader staat hier dus niet bij? Die staat bij de teruggekeerde. Ja. En die staat hier in de gang, op een bord. De 48 die het overleefd hebben. En dit zijn de 600 in totaal. Het is nogal niet wat in zo'n klein dorpje, hè? En Putten was toen maar een klein dorpje. In verhouding is dat een aardig percentage. Hè? Als je ziet hoeveel dat aan verdriet gekost heeft, is onvoorstelbaar. Dat is
bijna in tranen niet uit te drukken. Als ik dan het verdriet hoorde, zelf niet gehoord, maar van nabestaanden die dat toen dominee Holland op de kansel met een kaarsje de namen stond op te noemen van al de, van die 200, was mijn gedeelte, van die 200 die gebleven waren in Ladelund, was het huilen verschrikkelijk. En een straat verder bijna te horen, zo'n verdriet bijna niet in woorden uit te drukken. Ja. En nog. Als je tante Jans, die is 88 bijna, en die kan er nog niet over praten. Die kan nog geen boek lezen over Putten. Ja. Dit zijn de mannen die teruggekomen zijn. En hier staat opa. Ja. Opa Vonhof, broer... Hendrik Johannes en zijn broer Johannes. En de een is op 29 april in Zandborstel bevrijd. En opa Vonhof op 3 mei in Ludwigslust. En de een is bevrijd door de Russen. En de ander is bevrijd door de Engelsen. Mannen en vrouwen van Nederland. Eindelijk zijn we nog baas op eigen erf en aan eigen huis. Wanneer was in Putten de bevrijding? Dat was in eind april. Exact, de datum weet ik niet meer precies, maar de tweede helft van april. En toen kwamen de Canadezen met hun tanks vanuit Voorthuizen Putten binnen. In het begin, waar wij bij iets voorbij de molen woonden, kwamen ze die landerijen opstuiven met die grote joekels. En dat was natuurlijk volop feest. Hè? Ja, daar vandaan gingen ze hier de Kerkstraat in kolonnen met al die tanks. En reden hier langs tot aan de eerste weg rechts. Want oma en mam, die konden de weg niet oversteken. Zo waren die tanks aan elkaar. Hè? Dus, maar die gingen dan de Molenstraat weer in tot aan de kerk. En ja, zo de Dorpstraat weer in. Maar die bevrijding gold nog niet voor opa. Nee, natuurlijk niet. Nee. Die is bevrijd op 3 mei. Nee, omdat je net zei van we vierden feest. Ja, eigenlijk maar dat was dubbel op. Ja, maar dat was ook zo. Maar we wisten ook niet of opa terug zou komen. Nee. Geen van beiden. Maar we waren zo blij met die bevrijding. Ja, natuurlijk. En er was een beetje fatsoenlijk te eten. Want ik vergeet nooit in die keuken die daar opgesteld stond bij de molen. Dat we voor het eerst dat Zweedse brood kregen. Nou, het leek wel cake. Zo verrukkelijk. En dat er bij ons, en dat vond ik ook zo grappig, er zaten twee Canadezen die bij ons in de tuin sliepen. Toen zei moeder, je kan ook wel binnenkomen slapen. Nee, zei die, dat doen wij niet. We liggen hier in van die mooie dikke slaapzakken, weet je wel, helemaal tegen kou. En maar toen waren ze bij ons binnen om waar ze die kogels indrukten, die in hun wapen geschoten werden, weet je wel. Ja. En toen vroeg hij aan mijn moeder, Heb je peper? Oh, zijn moeder, we kan ik heel goed verstaan, weet je wel. Die grijpt naar de peperbus. Nou, ze lachten er eigenlijk helemaal de schompers. Want ze bedoelden natuurlijk papier, hè. Wat logisch is, hè. Dus, maar dat was even grappig. Maar daar waren we super blij mee, man. Als je de vreugde zag dat we eindelijk bevrijd waren. Na 5 jaar. Dat is niet niks natuurlijk, hè. Maar zo kwamen ze Putten binnen. En toen reden ze door de Dorpsstraat, de straat, toen gingen ze bij de kerk, gingen ze linksaf. En toen was er door blijdschap en weet ik allemaal meer, kwam er een jongen die de mitrailleur bediende, die kwam per ongeluk tegen die handvat. De haan noemen ze hem dat. En die schoot 2 mensen dood. Dus dat was afschuwelijk. Ja, en dat op de bevrijding. Op de bevrijdingsdag, dat is echt gebeurd daar. Dus dat was eigenlijk een beetje een domper op de feestvreugde. Ja. Vergeet nooit, die hebben dus daar, die jongen die heeft daar vreselijk veel ellende mee gehad. Maar dat is parool gegaan in de feestvreugde, of ze tegen hem aangestoten hebben.
Maar dat is dan gebeurd. Maar het werd wel uiteindelijk groots gevierd. Dat we eindelijk verlost waren van die Duitsers. Ja. De jongste broer van mijn vader die pakte me beet en die zette me op die tank. Ja, dat was natuurlijk fantastisch, man. Als kind zijnde, dan voel je de vreugde en de gezelligheid over wat we ook leuk vonden. Naast alle verdriet. Dat wisten we ook nog niet. Hè. Niemand wist wie daar weggebleven was. Dat hadden ze nog steeds niet bekend. Maar we hadden mensen in huis, in die kelder. Want in die pekelkelder sliepen we met z'n allen naast elkaar. Met een man of 20 wel. En de volgende morgen komen die mensen met een kruiwagen en een hele grote pan met hutspot erop. En die kwamen eraan rennen. Want die waren net weggegaan bij ons. De Duitsers komen er weer aan. Maar die hadden heel niet gezien dat het die Canadezen waren. Maar die brachten de hele hebben er al mee, want die kwamen naar ons toe rennen van, we komen weer bij je schuilen. Maar dat was dan niet meer nodig. Maar zoveel angst was erin dat ze die tanks aan zagen komen. Die zeiden, de oorlog begint weer overnieuw. Maar dat zal dan geen dagje geduurd hebben, dat feestje? Nee. Dat heeft wel langer geduurd, bij wijze van spreken. Maar we waren in ieder geval heel erg dankbaar. Maar toen was er ook, alles was een beetje sober, jongen. Er was weinig geld meer. Er was geen... Het is niet zo'n feestje zoals we nu bouwen. We nemen er nog eentje en we lussen er nog wel een paar. Nee, maar voor die dagen was het een groot... Nou ja, de kast werd even leeggetrokken. Ja, precies. En toen we dan 26 mei paardruis kwam, was het natuurlijk helemaal feest. Dubbel. Maar opa, nadat je vader hier terugkwam en bij jullie weer was, hoe heeft hij dat dan verder weer opgebouwd? Nou, met ongelooflijk veel energie. Ik weet nog dat hij een van de eerste nachten heeft mijn moeder hem uit de slagplaats, want dat was de slachtruimte achter, een heel brood uit zijn mond moeten rukken, want die had hij voor de helft al bijna op. Maar als mensen die zo verschrikkelijk mager waren geworden, die aten zich dood, letterlijk. Hè? Daar werd ook voor gewaarschuwd. Als je zo lang zonder eten hebt gezeten, dan mag je niet zo. Hè? Maar goed, hij is weer erop gekomen. In het begin moesten ze hem ondersteunen om thuis te komen. Maar binnen de kortst mogelijke tijd had hij de gang weer te pakken. En heeft met ongelooflijk veel energie het bedrijfje wat hij 8 maanden had moeten missen weer opgebouwd. En met heel hard knokken en vechten heeft hij toch een mooi bedrijf weten. En toen die kerkhof gemaakt werd bij ons, toen zegt hij, nou jongens, hier stop ik en hier liggen mijn klanten niet. En ik ga het dorp in. En die heeft die hoek kunnen kopen. Dit met die oude schuur ernaast. En dit heeft hij op poten gezet. Dus alle eer die hem toekomt, want daar heb ik nog steeds bewondering voor, dat hij na die tijd nog zoveel energie bij elkaar had weten te schrapen om zoiets op poten te zetten. En dat ligt er niet om. Het was een mooi bedrijf. De slagerij, zoals die nu is, heeft hij, het is 3 keer verbouwd geweest hoor, heeft hij hem er neergezet. Er is een nieuw tegeltje voor gekomen, maar voor de rest was het allemaal 1 pot nat. En daarnaast die oude slager, of die oude schuur. Ja, en in 1957 is dit gebouwd in die oude schuur en in 1962 is daar een hele stenen muur omheen gezet. En in 1975 hebben wij hem zo gebouwd zoals hij nu is. Er is niets aan veranderd. Nog steeds van binnen hetzelfde zoals wij hem gebouwd hebben. Ja, en daar ben ik nog steeds trots op. Ja, ik ben hier geboren, en ze dus doen dat, het, dat weet ik. Ja. En ze doen het nog steeds goed en het draait nog steeds goed. Ze zitten nergens om verlegen en door wat dat betreft... Met de bevrijding geweest, feest. Opa komt terug een maand later. En blijdschap. Ik werd uit school opgehaald omdat mijn vader thuis was gekomen. En daar was ik natuurlijk onvoorstelbaar blij mee. Terwijl ik thuis kwam, zit ik naar mijn vader te kijken. Die zat rechts in de deuropening, naast de deuropening. En ik vlieg bij mijn moeder zo op schoot. Ik zeg, maar dat is mijn vader niet, want die was onherkenbaar. Zo mager en zo lang haar en hij zag er niet uit. En hij was natuurlijk een van de 40? Een van die 48, 48. Die het overleefd hebben. Ik geloof dat er nog een paar meer waren, maar die zijn overleden. Kort, binnen 14 dagen waren die ook dood. Zo mager en zo ellendig. Dorp natuurlijk blij. Ja, dat dachten we. Maar natuurlijk waren er bij die blij waren voor hem. Maar een hele hoop die het
niet aankonden. Die waarom jij wel mijn en waarom mijn man niet. Ja, logisch, aan de ene kant. Ontzettend, ontzettend. Maar voor hem verschrikkelijk. Ja, ja, inderdaad. Hij zei ook, sorry dat ik besta, jongens. Hij zei, als ze eraan kwamen, die dat gezegd hadden, dat wist hij donders goed. Je zou onder je hakblok kruipen van pure ellende. En zijn broer had hetzelfde. Ja, exact. Precies exact. En dat na, nou, wat zal dat geweest zijn, 50 jaar later, dat die mevrouw zei, Joop, weet nu wat ik toen verkeerd gedaan heb. En daar bied ik alsnog mijn excuses voor aan. Dat was zo emotioneel. Excuses voor? Voor wat ik toen verkeerd gedaan heb. Dat zei dat ook. Ik zo ook erbij hoorde van waarom jij wel en mijn, man ja, niet. Ja. Dus dat was, ja, ik zie ome Joop nog staan toen hij dat verhaal een keer naar voren bracht zoals hij het ervaren had. En hoe hij toch ook die pijn gevoeld heeft van waarom krijg ik dit, weet je wel? Ja. Want die dacht ook, wat zullen ze blij zijn dat ze mij zien. En dan heb je opa, die staat dan in het middelpunt van ja. De belangstelling ja. in een slagerij. Ja. Samen met de eerste bar. Ja, ja, ja. En dan al die weduwvrouwen die binnenkomen in je zaak. Precies, ja. Wat zal hij zich moeilijk gevoelen? Ja, dat was het. Dat was het. En toen zat hij nog aan de Halve Kuizenweg. Oh, toen ja. Was hij nog daar. Want daar zijn we pas gegaan in 54. Maar geen woede uiten? Nee, nee. Nee hoor. We nemen er één. Ja, precies. En nog één, dan wordt het nog steeds lekkerder. Ja, precies. Want zo zag hij. En vanwege de dorst dacht hij van, dat is goede handel. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar hij zag dat daar een behoefte aan was. En zodoende, want er was helemaal niks in putten. En zodoende heeft hij dat op weten te bouwen. Ja. Nou, dat is niet verkeerd, want nee. we staan ja, er precies. Voor. Ja, ja. Heel leuk. Ja. Ja hoor. Even een vraag, even terug over opa. Ja. Want ja, naar mij toe, hij kon eigenlijk nooit goed vertellen. Nee, nee. En dat is logisch, naar zo'n ellendig verhaal. Ja. Ja. Wat je hebt meegemaakt. Ja. Maar heeft hij ooit kunnen verwerken en kunnen vergeven? Ja, dat heeft hij wel een keer, ja. En dat is geweest, en dat weet ik niet exact, maar dat was geweest in de jaren 90, geloof ik. En toen zijn we nog een keer, en toen heeft hij want hadden ze een hele grote steen in Neuengammer. En dat was van de Puttenaren. Ja, en die heeft hij dus mede met ome Joop onthuld. Ja, ja, ja. En ja. Toen werd er ook gevraagd, want er was er ook van de televisie bij. En toen zegt hij, ik heb het ze wel vergeven. Maar vergeten kan ik natuurlijk nee, niet. Nee, nee, maar nee, dat was nee. Een van de weinige keren dat ik hem heb horen zeggen daarover. Want daar liet hij heel weinig over los, want daar had hij het toch heel erg moeilijk mee. En dat is toen een keer gebeurd. Ja. 50 jaar later. 50 jaar later. Ja, eigenlijk wel. En dan nog. Ja. Wel ja, ja. De pijn, precies. Maar wel kunnen vergeven. Ja, dat heeft hij toen wel gezegd. Daar was ik bij. Wist ik wel mooi, heel ja, mooi. Ja, ja. Ja. Nu heb je dit allemaal verteld vandaag. Ja. Maar waarom is het eigenlijk goed dat wij dit nu weten? Nou, omdat het heel erg belangrijk is dat de jeugd in zijn totaliteit het moet weten wat daar gebeurd is. En mogen ze nooit vergeten. Want haat en nijd en al de ellende meer, dat mag niet meer. Dat moet zoveel mogelijk tegengewerkt worden. In de hoop dat we een beetje betere wereld mogen krijgen. En dat is de jeugd die daar aan mee kan werken. En weten en accepteren wat precies, vrijheid is. Precies. Wat vrijheid betekent. Ja, ja, exact.